Op 15 mei 1891 start Gerard Philips met behulp van zijn vader een gloeilampenfabriekje. Een initiatief dat uitgroeit tot een wereldwijd concern met werk, welzijn en welvaart voor miljoenen mensen. Maar wie was deze Gerard Philips eigenlijk? Die achter de schermen de drijvende kracht was achter de technische en sociale succesfactoren van Philips. Maak kennis met een bijzondere ondernemer die een onuitwisbaar stempel heeft gedrukt op de wereld om ons heen. Hier in de historische vestingstad Zaltbommel wordt Gerard Philips op 9 oktober 1858 geboren als oudste zoon van Frederik Philips en Maria Heiligers. En hier, aan de markt nummer 9, woonde de familie Philipsen. In dit washok in de tuin deed Gerard allerlei experimenten, waardoor hij door zijn familie al gauw de professor werd genoemd. Bijzonder detail uit deze tijd is dat Karl Marx hier regelmatig op visite kwam. Hij was namelijk directe familie van de familie Philips. En dat verklaart misschien ook de sociale bevlogenheid van Gerard. Maar daarover later meer. Na de HBS in Zaltbommel en Arnhem gaat Gerard Philips studeren aan de Polytechnische Hogeschool in Delft. Hè, dat is de huidige TU. En hij gaat daar werktuigbouwkunde studeren. En na afloop gaat hij werken bij een scheepswerf in Vlissingen. En daarna naar een scheepswerf in Glasgow in Schotland. En dat is op dat moment het centrum van de scheepvaartindustrie. En die hele stad, de havenkade, winkelstraten en zelfs een theater is al voorzien van elektrisch licht in plaats van gaslicht. En daar ziet Gerard de ongekende mogelijkheden van elektrische verlichting. In Schotland ziet Gerard letterlijk het licht. Hij neemt deel aan een onderzoeksgroep van de fameuze Lord Kelvin en doet ervaring op bij elektrotechnische bedrijven in Londen en Berlijn. Terug in Nederland mijmert hij door over het maken van gloeidraden voor gloeilampen. En dan waagt hij de grote stap. Samen met zijn vader Frederik begint hij zijn eigen gloeilampenfabriek. Philips & Co. In een voormalige textielfabriek in Eindhoven. In deze fabriek begint Gerard Philips de productie van gloeilampen. Hij is voortdurend bezig met het verbeteren en versnellen van het fabricageproces. En natuurlijk met het perfectioneren van het product zelf. Als technicus zit hij geen moment stil. Hij blijft inspelen op innovaties met innovaties. En altijd vanuit zijn motto: als de kwaliteit er is, komt de kwantiteit vanzelf. Gerard ziet als ondernemer een belangrijk concurrentievoordeel in specialisatie en massaproductie van één product, namelijk de gloeilamp. Eerst is dat nog de kooldraadlamp en later wordt die vervangen door de veel betere en zuinigere metaaldraadlamp. En de verkopen die nemen pas echt een hoge vlucht als zijn jongere broer Anton Philips bij de zaak komt. We zien dan dat die aantallen enorm gaan stijgen, van 11.000 gloeilampen in 1892 naar meer dan 1 miljoen lampen in 1898. En Anton Philips, ja, die houdt wel van een wedstrijdje. En hij wil meer lampen verkopen dan zijn oudere broer kan maken. Maar ja, Gerard Philips laat het natuurlijk ook niet op zich zitten, want hij wil meer lampen maken dan Anton kan verkopen.
En daarmee wordt de basis gelegd van het succes. Gerard Philips heeft al snel door dat hij zijn concurrentie voor kan blijven met eigen ontdekkingen. Daarom richt hij het Philips Natuurkundig Laboratorium, het NatLab, op. Met dit NatLab maakt hij uitvindingen die zoveel furoren maken in binnen- en buitenland dat zelfs de grote Albert Einstein er een kijkje komt nemen. En Gerard zelf neemt het eredoctoraat van de TU Delft in ontvangst. Het NatLab heeft de basis gevormd voor het innovatieve hart van Philips. In eerste instantie richtte Philips zich op innovaties op het gebied van gloeilampen. Maar gaandeweg begon het zich ook te richten op de ontwikkeling en de productie van radiolampen en röntgenbuissystemen. Dit was de start van een elektrotechnische industrie met producten voor licht en geluid, maar ook voor de gezondheidszorg. Hiermee is Philips een enorm belangrijke speler geworden als het gaat om grote maatschappelijke veranderingen. Sinds die tijd is Philips dan ook niet meer weg te denken van het internationale toneel van innovaties en technische ontwikkelingen. Hoe groot het succes van Philips ook is, Gerard blijft betrokken bij de zorg voor zijn mensen. Volledig in de familietraditie van sociaal ondernemerschap. Meneer Gerard wordt door zijn medewerkers dan ook op handen gedragen. In 1900 is Philips het tweede bedrijf in Nederland met doorbetaling van 70% loon bij ziekte. Philips bouwt ook goede woningen voor medewerkers, lanceert winkels waar men goedkoop boodschappen kan doen en regelt gratis medische zorg en geneesmiddelen. En als het bedrijf in 1912 naar de beurs gaat, wordt een aanzienlijk deel van de opbrengst gestort in een pensioenfonds voor medewerkers. En dat niet alleen. De groei van Philips betekent ook een enorme boost voor de regio met Eindhoven als kennisstad. Tegenwoordig noemen we Eindhoven zelfs de Brainport van Europa. Net als zijn familie in Zaltbommel heeft Gerard Philips de bestrijding van armoede hoog in het vaandel staan. En ook hecht hij heel veel belang aan een goede opleiding. Een goede opleiding, zegt hij, is een zegen voor zowel mens als bedrijf. En in 1916, bij het 25-jarig bestaan van Philips, richt hij samen met zijn echtgenote Johanna van der Willigen het Philips van der Willigen Fonds op. En dat is een studiefonds voor de kinderen van medewerkers. Ook als ze het niet zo breed hebben, kunnen ze dan toch een middelbare of hogere opleiding volgen. En in de loop van het 100-jarig bestaan hebben duizenden studenten daar gebruik van gemaakt. Overigens is die goede zorg voor mens en omgeving zeker in die tijd een ongekend fenomeen en kenmerkend voor dit bedrijf. Ook buiten Nederland, waar Philips met kantoren en fabrieken begint. En zelfs tot op de dag van vandaag is het verbeteren van levens van mensen en de zorg voor mens en omgeving kenmerkend voor dit bedrijf. Op 26 januari 1942 overlijdt Gerard Philips op 83-jarige leeftijd. Slechts 4 dagen na het overlijden van zijn geliefde vrouw Johanna. Zijn impact op de samenleving is haast niet te beschrijven. Hij stond aan de basis van een internationaal bedrijf dat kennis, werk, welzijn en welvaart heeft gebracht. En dat nog steeds bijdraagt aan het verbeteren van mensenlevens overal ter wereld. De erfenis van Gerard Philips gaat dan ook niet alleen over het verleden, maar is vooral een poort naar de toekomst.